In deze video meer over de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Picapoli heeft zelf geen afspraken met zorgverzekeraars. De afspraken verlopen via de beroepsverenigingen van de therapeuten. En alle bij de Picapoli aangesloten therapeuten zijn lid van een beroepsvereniging. Om nou te bepalen of de therapeut van jouw keuze door jouw zorgverzekering wordt vergoed, dan kan je kijken op de pagina van de therapeut. In dit voorbeeld zou ik willen onderzoeken of dat mijn verzekering de therapie door Sabine van der Hulst vergoedt. Nou, ik ga naar haar pagina toe en dan zie ik hier op de pagina staan dat zij is aangesloten bij de NFG en de RBCZ. En de therapie die zij geeft heet psychosociale therapie. Dit zijn de gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft. Nu kan ik meer informatie vinden door op deze link te klikken. Dan kom ik op zorgwijzer.nl. En daar zie ik een overzicht van verzekeraars die psychosociale therapie vergoeden. Hier staat iets over de NFG. En verderop vind je alle verzekeraars die vergoedingen mogelijk maken. Wil je nou meer zekerheid, dan kun je jouw zorgverzekeraar bellen en dan zeggen dat je in therapie wilt gaan bij, in dit geval, de NFG en dat de therapie psychosociale therapie heet. En dan kan de medewerker van de zorgverzekeraar jou vertellen voor hoeveel vergoeding je in aanmerking komt. Omdat de kans groot is dat je op een mobiel apparaat deze website bekijkt, laat ik hier ook nog even de mobiele versie van de website zien. Dit is de homepage. Om de therapeut te vinden ga je naar locaties. En in mijn voorbeeld ga ik dan naar Sabine van der Hulst. En ik zie hier de beroepsverenigingen staan en hier psychosociale therapie. En als ik op deze link zou klikken, dan kom ik weer op de site van Zorgwijzer terecht. En daar kan je dus meer informatie vinden. Maar nogmaals, als je je verzekeraar benadert, benoem dan de beroepsvereniging en de beschrijving van de therapie.